Trainer Kamil Jager, we staan hier in Dronten. Je wint hier met 0-1 van nummer 2. Vorige week vond ik je een beetje kort af. Wat is vandaag het verhaal? Kort af, oké. Nou, wat vandaag het verhaal is, misschien nog wel korter als het op deze manier deze wedstrijd winnen vandaag. Dat is eigenlijk niet des binnenkomst. We hebben 90 minuten lang keihard geknokt. Het voetbal was moeizaam. Het kwam ook moeizaam op gang van ons in die zin. In de eerste helft hebben we te weinig gebruik gemaakt van de ruimtes die er waren. En er waren er zat. En we maakten wel een schitterend doelpunt uitgespeeld over de grond. Maar dat deden we te weinig in de eerste helft. En de tweede helft zette hun het om. Ze gaan met drie spitsen spelen. Niet dat we daarvan van slag raakten. Maar je kreeg toch een beetje druk. En veel de lange bal vanuit hun kant. En je kreeg in de tweede helft kreeg je echt vechtvoetbal. En toen kwamen we voetballen. Toen waren we niet meer bij macht om het kapot te spelen. En dan komen de andere dingen bij kijken. En dan moeten we vechten met z'n allen. En dat hebben we denk ik de tweede helft prima gedaan. Nou, ik denk eigenlijk de hele wedstrijd wel, want je bent natuurlijk ongekend effectief, maar je geeft achterin ook weinig weg. Ja, we hebben nagenoeg weinig. Ik heb Chris niet echt een redding zien maken. Wel een paar hakkelige situaties met pompen. We hebben veel lengte, dat wisten we. Opportunistisch hebben ze kansen gecreëerd ook. En daar hebben we ons goed tegen gewapend vandaag. Ja. Dan op de aanvankelijke opstelling zag ik Marlon Versteeg nog staan. Ja, daar begon het vandaag mee. In die zin, dat scheelt je ook weer een wissel. En kon niet spelen. Te veel last van zijn lies. En Quincy erin, dus dat betekent een wissel minder. Maar Quincy heeft het prima ingevuld vandaag. Wat staat er nu de komende week op het programma? Spelen wij nog met Pasen? Ik ben niet helemaal goed voorbereid. Nee, Pasen niet, maar volgende week is nog geen Pasen. Nee. Volgende week hebben we eerst WSV en dan thuis en dan is Pasen. Okay. Nou, dan moet de zieke boeg denk ik leeglopen. Arne had ook liesklachten. Ja, Arne had ook liesklachten. We moeten kijken hoe we het bij elkaar krijgen voor aankomende zaterdag. Maar we hebben een grote vereniging, dus we hebben genoeg mensen binnen de club. Ja, want je had nog een jonge debutant, broertje Silva. Ja, die heeft het zeer naar behoren gedaan bij de beloftes door de week. Ik ben er dinsdag zelf bij geweest. En die jongen, daar zit ook potentie in om Bennekom 1 te halen. Nou, dan gaan we snel even warm worden binnen. Ik vind die toch vies koud in Dronten. Ja, dat klopt. En tegen WSV maar eens kijken of we weer zuinig kunnen voetballen. Ja, daar gaan we wel vanuit. Goed zo.